Goed gespeeld organiseerde woensdag 19 maart een ronde tafel in het Muntpunt in Brussel, waarbij de beleidsnota van 2015-2017 werd voorgesteld. Deze houdt een pleidooi voor echt spelen en streeft naar een positief en veilig speelklimaat voor elke gemeente. Ook werd er een debat gehouden rond een aantal netelige stellingen. Onder andere minister Sven Gats en John Crombé waren van de partij. Maar eerst was het de beurt aan Bert Breugemans, voorzitter van Goed Gespeeld. Als het gaat over spelen zijn we allemaal kind geweest, zijn we allemaal jong geweest. Ik wil jullie heel graag uitnodigen om eens na te denken waar jullie zelf vroeger speelden, met wie jullie speelden. Dat is ook waar het om draait. Spelen maakt blij, maakt gelukkig, maakt van ons gezonde kinderen, maar ook vooral volwassenen. Ondertussen zijn er al 56 gemeenten die een goed gespeeld gemeente zijn, maar dat moeten er meer worden. In 2017 wil de werkgroep dat 1 op 3 van de Vlaamse gemeenten het Goed Gespeeld Charter ondertekend hebben. Merk ik ook dat er nog werk aan de winkel is. En misschien is dat de boodschap of de reden waarom we hier vandaag allemaal zijn. Als je dit ziet, dan heeft Goed Gespeeld nog een weg af te leggen. Dat is het speeltuintje dat hier gisteren werd ingehuldigd. Nadaars, valtegels, geen graspriet te zien op heel dat veld. Lokale bestuurder die, en ik herhaal het nog eens, veel inspanningen doen, maar blijkbaar de boodschap toch nog altijd niet begrepen hebben. Hierna werd het debat rond een aantal hete hangijzers gestart. Het eerste debat ging over vuile kleren en blauwe plekken. Krijgen kinderen alsmaar minder kansen om vuil te worden? Kinderen zoeken echt nog wel hun eigen plekjes en dan is het vooral, denk ik, aan die volwassenen om dat te gaan toelaten en die ruimte scheppen dat ze dat daarop nog kunnen. En ook nog kans om vuil te mogen worden. De markt van ontwikkelaars, speelpleinontwikkelaars, dat die ook wel mee aan het veranderen zijn, dat heel belangrijk ook is. Dat zij mee nadenken, hoe kunnen we toch naar avontuurlijkere spelen gaan en toch het risico, de valhoogte en zo meer, hoe kunnen we dat toch allemaal rekening mee houden, maar toch meer naar avontuurlijke zaken ook gaan. Ja. Kortom, kinderen krijgen inderdaad minder de kans om vuil te worden tijdens het spelen. De speelplaats moet boeiender en groener. We moeten af van die grijze standaard. Maar het zijn niet enkel de ouders, ook de lokale overheden hebben de sleutel in handen om meer speelruimte mogelijk te maken. Het tweede debat draait rond de stelling dat het geluid van spelende kinderen nooit als overlast kan worden beschouwd. Ja, we worden natuurlijk in de media alleen geconfronteerd, gelukkig maar, met de uitzonderingen die dan zeer spraakmakend zijn. Wanneer hebben we beslist dat lawaai van kinderen mee als een probleem mogen zijn? Ik heb de indruk dat mensen veel minder vertragen. Op straat spelen is niet meer van deze tijd, luidde de derde en laatste stelling. Ik denk dat het zeer dringend wel terug van deze tijd zal moeten worden. Er is vandaag al gezegd, naast het vergrijzen zijn onze steden ook aan het vergroenen. Als wij alleen maar gaan blijven kijken naar speelterreinen, sportterreinen, pleinen, parken, dan gaan we er tegen 2030 niet komen. Er is dus nog veel werk aan de winkel. We zijn er nog lang niet, maar we zijn op de goede weg. Het charter werd die dag alvast door velen ondertekend.